Deze zag je vast niet aankomen bij rust. Nee, ik denk dat we die wedstrijd totaal de grip hebben. En eigenlijk maak je nog 2 goals meer voor rust. Hè? Want ik ga mij fout dat we die penalty maken. En, Tadić. En een goal die wordt afgekeurd. Waarbij wij in een vrij vroeg stadium in buitenspel staan. Ja, ik zag je opgewonden inderdaad langs de kant. Dat vond je een absolute penalty bij Tadić. Ja, dat was duidelijk. Waar wijd je het aan vandaag? Ja, verschillende dingen. We geven denk ik die goals in een paar minuten geven 2 goals gewoon weg. En dan ook nog een beetje ongelukkig denk ik met 2 keer buitenspel goals. 2 keer een halve enkel. Ja, nee ja. Ja, dat is gewoon unlucky. Weg. En wat denk je dan op zo'n moment? Want je viert hem, je komt op 2-2. Iedereen vol adrenaline. En dan moet je opnieuw beginnen. Word je dan ook een beetje mismoedig dan? Ja, mismoedig. Het is wel gewoon teleurstellend wat ik zeg. Op dat moment heeft niemand door dat het buitenspel is. En dan wordt hij ineens teruggefloten. Ja, als het terecht is, terecht natuurlijk. Okay. Maar op dat moment is het natuurlijk teleurstellend. Hoe kan het dat je in zo'n kort tijdsbestek dan alles weggeeft in die 3 minuten na rust? Wat gaat daar allemaal mis? Ja, veel. En als eerste sluiten we niet door naar counter. Dan krijgen we vrij trap tegen. Dan voeren we onze taken niet uit. En dan leveren we zo'n bal in en waarna we ook heel slecht verdedigen vervolgens op Gakpo. Ja, die naar binnen komt, dat is een kracht met rechts. Ja, duidelijk. En dat weet iedereen. Maar het is niet alleen Gakpo, daar speelt PSV op met al hun spelers. Of dat nou Doan is of Madueke is of alle spelers, Gakpo zeker ook. Komt naar binnen en gaat voor het schot. En we weten dat ze sterk zijn, schot vanuit de tweede lijn. Wat zie je gebeuren dan kort na rust? Wat gaat daar allemaal mis? Ja, wat ik zei, we geven gewoon 2 goals weg. Gewoon fouten, ja. Dat mag niet. Vond je Ajax ook goed? En wat ging er wel goed? Ja, ik denk dat wij goede goals maken. Waarvan helaas 2 worden afgekeurd. We maken een penalty moment. We schieten nog een bal op de paal. We hebben nog vanuit een vrije trap met Per Schuurs een grote kans. Ja, je doet heel veel dingen goed. En je geeft totdat wij heel veel risico gaan nemen, laten we ook bijna niks toe. En dan is het ontzettend vervelend natuurlijk dat je hier met lege handen staat. Dan is de pechfactor op zo'n avond heel groot, vind je? Ja, dan het mocht vandaag niet zo zijn. En soms spelen dan krachten en machten in de sport. Daar heb je geen invloed op. En dat overkomt je. En al moet ik erbij zeggen, de tegengoals, daar maken we zelf grote fouten. Kun je dan inmiddels al een beetje overeen zetten? Want een finale verlies is nooit leuk. Maar de hoofdprijs moet natuurlijk nog komen. Ja, maar nu is dat wel even lastig. Ik zal nog een paar dagen even in je hoofd blijven. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, je moet wel, moet wel weer verder. En wij willen die hoofdprijs hebben. 85 minuten heel goed gespeeld, kun je het zo zeggen? Nou, heel goed, misschien overdreven, maar ik denk dat er meer in zat. Hoe moeilijk wordt het voor je om je hier overheen te zetten? Of valt dat wel mee? Nee, dat valt niet mee. Maar dat gaan we wel doen. En ik weet dat mijn team dat kan. Dat ze karakter hebben. Dat hebben ze zelfs in deze wedstrijd meerdere keren laten zien. Want dat valt niet mee als je een penalty verdient en je krijgt hem niet. Een goal maakt en vervolgens die wordt afgekeurd. En dat nog een keer weer overkomt. En dan vervolgens een bal op de paal schiet. Ja, wij kregen vandaag teleurstelling op teleurstelling. En desalniettemin heb ik het team gezien dat tot het einde is toe blijven vechten. Er is nog een absolute hoofdprijs te winnen. Zo is het. We hebben nog 5 finales te gaan. En het is zaak om de rug te rechten, om rustig te blijven, maar wel te leren van deze fouten die we vanavond maken.